Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video hier op het YouTube-kanaal van onze EAFC Career Mode-serie. We gaan beginnen aan het nieuwe seizoen met Feyenoord. We zijn natuurlijk eerste geworden en hebben de beker gewonnen. Ik heb jullie ook transfer-suggesties gevraagd in de vorm van een community-post. Want ik ben natuurlijk op vakantie en op het moment dat ik wist dat ik deze serie vooruit ging werken, dacht ik van nou, laat ik eens even een community-post gaan uploaden over alvast wat aankopen voor dit seizoen. Nou, dan heb ik ook aardig wat reacties gekregen. Daar wil ik jullie enorm voor bedanken. Ook wat reacties waarvan ik denk, ja, die spelers zijn gewoon niet haalbaar. Bijvoorbeeld Flynn 1712 vroeg om Bart Verbrugge. Ja, is gewoon niet haalbaar. Bart Verbrugge speelt bij Brighton en heeft gewoon een hele, hoe noem ik dat? Hoog potentieel, dat klopt. Alleen ja, bij Premier League clubs is het gewoon onbetaalbaar om spelers weg te halen. En dat is op zich logisch, want de Premier League is natuurlijk gewoon een grote competitie. Daar zal Bart Verbrugge ook echt niet weg willen. Deze Assan Diaw, deze heb ik al eerder gekregen. En hier kwamen Luc en Mike volgens mij mee. Mike kwam hier al eerder mee in het eerste seizoen, maar toen werd hij verhuurd aan Leganés. En nu kunnen we hem dus wel halen van Real Betis. Hij krijgt de rol in de ploeg belangrijk, want ik merkte wel in de ploeg dat ik te veel cruciale contracten geef. Uiteindelijk wil hij een 5-jarig contract bij ons tekenen. Alleen voor Feyenoord begrippen is het inderdaad wel een heel hoog salaris. En ja, ik denk dat je daar ook niet aan ontkomt in dit soort games. Want EAFC is in de transfermarkt nog niet super realistisch qua prijzen. En daardoor bied ik maar wat meer. Ook omdat ik bang was dat de deal anders ging klappen. Dus ik ben niet zo goed in het salaris uitdelen naar spelers. Maar ik denk dat meer van jullie dat wel hebben. Want je wil natuurlijk niet dat zo'n deal klapt op 10 euro misschien. Maar ook niet op 10k. Dus ik zit altijd best wel hoog in de boom qua salaris. Op dit moment hebben wij een huidig budget van 41 miljoen. Dit is na de transfer van Diaw. En op zich is dat best veel geld. Ik wil jullie ook nog steeds vragen, als jij transfersuggesties hebt, laat ze vooral achter. Want dan gaan we in de derde video aflevering die bespreken. Want dan is alsnog de transferperiode open. Alleen gaan we dan denk ik niet meer op tijd spelers kunnen scouten. Maar dan ga ik gewoon op SoFIFA kijken wat ze waard zijn. En dan hopen dat ze nog zoveel waard zijn. Santiago Jiménez, die wou ik eigenlijk graag verkopen. Want dat is gewoon het doel. Ik denk niet dat Jiménez namelijk nog zo'n goed seizoen krijgt. En Feyenoord is gewoon een opleidingsclub. En voor 70 miljoen wou ik hem verkopen. Alleen heeft de desbetreffende club toen nee gezegd. En dat was Eintracht Frankfurt. Die wou echt alleen maar 65 miljoen betalen. Ik dacht van ja, ik wil hem eigenlijk alleen maar laten gaan voor 70 miljoen. Maar goed, nu is 65 miljoen wel bespreekbaar. Maar uiteindelijk kwam Eintracht Frankfurt niet terug. We gaan ook uiteindelijk een speler van Hajduk Split halen. Deze Esbjuk. Hij komt uiteindelijk naar Feyenoord. Hij moet uiteindelijk naast achter Pak Xiao gaan spelen. Ik wil namelijk weer mijn vertrouwen uitspreken richting Pak Xiao. En als hij dan niet goed speelt, kunnen we hem nu ook wisselen. Want we hadden natuurlijk in het vorige seizoen Akram Afif gekocht. Maar ik kreeg inderdaad aan het begin van het seizoen toen al reacties dat dat geen realistische aankoop was. Dus ik heb Akram Afif daarna gewoon zo min mogelijk tot niet gebruikt. Afif hebben we het inmiddels ook al verkocht trouwens. Santiago Hesse gaat ook overkomen van Olympiakos. Alleen wou Olympiakos best wel veel geld. En ik heb getwijfeld om de stekker uit deze deal te trekken. Zij willen 21,6 miljoen. En ik maakte hier een fout om 22,6 miljoen te bieden. Want ik wou 20,6 miljoen bieden, maar ik heb er 22 van gemaakt. En toen drukte ik gewoon op accepteren. Dus ik heb een miljoen te veel betaald. Maakt ook niet zoveel uit. Op die miljoen komt het niet op neer. Alleen het is natuurlijk wel zuur. Ik had toen getwijfeld inderdaad om de stekker uit de deal te trekken, zoals ik al zei. Maar ik heb het niet gedaan, omdat wij gewoon zo'n speler nodig hebben. Want wij hebben nu niet spelers die op CVM kunnen spelen na het vertrek van Ramy Sarouki in de winter vorig jaar. Daardoor hebben we deze Pascal Lorets ook kunnen halen. Hij moet uiteindelijk onze tweede doelman gaan worden achter Justin Bijlo. Ik hou ook rekening met een vertrek van Bijlo. Ook deze Julian Duranville, daar kwam Luc mee. En ik vond het een opvallende transfer. Ik had verwacht dat Duranville duurder was, maar we kunnen hem voor 6 miljoen overnemen van Borussia Dortmund. En dat vind ik gewoon een schappelijke prijs. Hij wil uiteindelijk als rol in de ploeg rotatie. Ik ga er nog wel aan twijfelen om Duranville misschien eerst te gaan verhuren aan een andere club. Duranville zou weinig tot niet aan speeltijd gaan komen. Dus ik denk dat er een verhuurperiode voor hem gewoon even het beste is. Nou, ook hij dus naar de ploeg gehaald. En dan gaan we nu over naar de wedstrijd tegen Union Berlin. Dit waren trouwens de inkomende transfers. Ja, eigenlijk wel.
De uitgaande transfers, daar ben ik nog een beetje mee bezig. Alleen, ja, er wordt nog niet het geld geboden wat ik graag wil voor de spelers. En dat is enorm moeilijk. We willen eigenlijk aan een transferbudget toewerken van 100 miljoen. Dat klinkt heel veel, dat is het ook. Alleen ik denk dat als wij Giménez verkopen, dat we er al aardig aan zitten. Want wij willen hem natuurlijk voor ongeveer 65 miljoen verkopen. Nou, dan gaat Stanks misschien nog weg. Dus ja, het is allemaal even passen en meten. Maar laat gewoon vooral je reacties achter. En ik zal tijdens mijn vakantie een hartje achterlaten. Dan weet je in ieder geval dat ik je reactie gelezen heb. En dat ik er na mijn vakantie weer mee bezig ga. Nou, de wedstrijd tegen Union Berlin dan. Union Berlin is natuurlijk gewoon een goede Bundesliga-club. Alleen was ik hier zelf gewoon niet aan het opletten. En daardoor komen wij dus op een 0-1 achterstand. We spelen best wel met een gerouleerde ploeg. Wat inhoudt dat ik gewoon ook andere mensen de kans wil geven. En Union Berlin profiteert daar momenteel heel erg van. Er staan nog best wel wat A-spelers trouwens in de ploeg. Ik wil wel ongeveer alvast gaan toewerken naar een vaste elf. We spelen namelijk weer in 4-3-3. We zijn weer afgestapt van het systeem wat ons kampioen maakte. Voelde me er toch niet in thuis of zo. We willen graag het spel maken. En hier komt Giménez langs. Eerst keerde de keeper van Union Berlin nog het schot. Maar uiteindelijk valt hij er in de rebound alsnog in. En zo staat Feyenoord dus alweer op gelijke hoogte. Hier in Duitsland wordt het toernooi gehouden volgens mij. Het verbaast me niks dat Giménez weer op de goede plek staat. Laat ik het eerst zo zeggen. Giménez is een topspits. Een goede aankoop. Hij speelde natuurlijk al bij Feyenoord. Maar we gaan hem denk ik wel missen. Maar we hebben natuurlijk nog Ueda en Lauritsen achter de hand. De potentieel van Ueda weet ik niet. Zo 1, 2, 3. Maar ik hoop dat dat potentieel nog enigszins hoog ligt. Zodat we het gevalletje Giménez kunnen afsluiten. Als jij trouwens nog een goede potentiële spits weet, laat hem vooral achter in de reactie. Want een vervanger van Giménez, ja, die moet er sowieso denk ik wel gaan komen. Nou, hier hebben we dus die Diaw. En die Diaw maakt ook direct zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord. En ik zie inderdaad dat Ueda een algemene beoordeling heeft van 74 en maar een potentie van 77. Maar we hebben wel te maken met dynamic potential, wat inhoudt dat hij wel hoger kan worden dan 77. Maar hij wordt sowieso 77 en dat vind ik te laag voor een spits van Feyenoord. Vooral omdat wij over twee seizoenen willen gaan voor de Champions League. We willen nu al proberen om zo ver mogelijk te komen in de Champions League. Maar daar zie ik het nog wel een beetje somber voor in. We staan dus nu 2-1 voor door een goal van Diaw. Maar hier komt Union Berlin weer. Alleen is dit schot natuurlijk dramatisch aan de kant van de Berlijnse ploeg. Pascal Jansen kijkt nog redelijk rustig. Hier zien we Baturina. Die krijgt de bal weer bij Diaw. En Diaw ziet daar de ruimte bij Biouk. Alleen wordt hij net niet goed bediend. Inmiddels zitten we in die 1 minuut extra tijd en is de wedstrijd ook al voorbij. Althans, de eerste helft is voorbij. Zo gaan we rusten met een stand in het voordeel van Feyenoord. En dus gaan we ook weer de ploeg rouleren. Bijvoorbeeld Pak Xiao komt erin. Duranville gaat erin komen. Want die wil ik graag nog een keer zien. Van Pak Xiao weet ik genoeg. Giménez gaat er bijvoorbeeld uit voor Lauritsen. Stijn erin voor Baturina. Trouwens, daar kreeg ik ook veel reacties over. Twee mensen zeiden volgens mij Sam Stijn. Sam Stijn hadden we al gehaald vorige winter natuurlijk van FC Twente. Dus die hadden we al. Asignon komt erin. Ik ga het ze niet allemaal opnoemen. Jullie hebben het natuurlijk allemaal al gezien. We gaan gewoon proberen wat meer te rouleren, ook dit seizoen. Want we merkten gewoon wel dat twee wedstrijden in de week voor Feyenoord eigenlijk net wat te veel was qua stamina. Hier zien we Stijn. Feyenoord probeert nog wel druk te zetten enigszins op Union Berlin. Hier zien we Duranville, Lauritsen. En daar is hier Hesse en die schiet maar eens. En die bal vliegt net over het doel van Union Berlin. Maar goed, hier staat trouwens Herrera op doel. Die keeper ken ik wel. Volland achter Hesse aan. Hier zien we Skov Olsen terug van zijn zware blessure van 3 maanden. Want hij kon natuurlijk het einde van vorig seizoen niet meemaken. Dat was wel een hele aderlating voor Feyenoord. Want Skov Olsen was best wel belangrijk in ons spelsysteem. Nou, hier proberen we dan nog iets met de corner te doen. Dat lukt allemaal niet echt. Sam Stijn dan? Nee, die komt er ook niet echt lekker uit. En dan neemt Alvaro hem over. Dat is een vrije speler geweest volgens mij. Althans, anders was dat vorige EAFC volgens mij zo. Of ik heb het totaal de andere in mijn hoofd. Hier zien we trouwens Volland die een goed schot creëren. Alleen drukken wij op vierkantje waardoor we een tackle doen op Volland. En er dus een terechte penalty gegeven wordt door de scheidsrechter van dienst. Bijlo zat in de goede hoek. Alleen werd deze bal gewoon goed de kruising binnengeschoten. Waardoor het dus 2-2 staat.
Volland vind ik gewoon een goede spits. En het verbaast me dat hij nog steeds bij Union Berlin speelt. Alhoewel, hij wordt natuurlijk ook al steeds wat ouder. Hij heeft niet alleen maar bij Union Berlin gespeeld, ook bij Bayern Leverkusen. En ook nog wel in Frankrijk volgens mij. Nou, en dan heeft Union Berlin de kracht gevonden om Feyenoord de wil op te leggen. Feyenoord probeert wel aan te vallen hier bijvoorbeeld met Skov Olsen. Nou, daar komen we er nog, lijkt het redelijk langs. Alleen ja, waar moet ik nu naartoe pasen? Nou, we vinden uiteindelijk de ruimte bij Duranville. Alleen ja, dit schot, ja, dat is natuurlijk gewoon eentje die de hoogtepunten niet gaat halen. Maar blijkbaar wel van deze video. Volland krijgt de bal uiteindelijk bij Vertesse. En dat is natuurlijk een oud PSV'er. Die zag uiteindelijk zijn rol bij PSV uitgespeeld. Ging uiteindelijk aan Union Berlin. En doet Feyenoord heel veel pijn. Hij maakt de 2-3. En daardoor lijkt Union Berlin deze wedstrijd te gaan winnen. Door Jorbe Vertesse. Hij maakt hem dus. Ja, wij hebben in de tweede helft niet zoveel meer in te brengen als in de eerste helft. Daar moet ik veel over zeggen. Lijkt er wel op dat deze... Ja, bankspelers nog niet kunnen brengen wat ik van ze had verwacht. Hier zien we nog wel Lauritsen die er probeerde langs te lopen. Maar dat was helaas een poging wat ook niet de boeken ingaat. Hier probeert Union Berlin nog voor de 2-4 te gaan. Maar ook dat zit er momenteel niet in voor de Duitse ploeg. Nog 1 minuut te gaan van de 2 minuten extra tijd hier. Doekie, die heeft natuurlijk bij Vitesse gespeeld. Hier Union Berlin nog, Volland. En daar is dan nog Alvaro. En die kan dan nog de wedstrijd op slot gooien, maar dat doet hij niet. Uiteindelijk nog een gele kaart voor Mees Hilgers. Waarvoor, dat weet ik eventjes niet. En Jorbe Vertesse is er in ieder geval niet blij mee. Ja, en hier zien we het ook, een terechte gele kaart. Mees Hilgers was daar gewoon te laat. En hier dan nog een corner, maar deze wordt gepakt door Bijlo. Dan moeten we de bal hier wegtrappen met Smal. En dat doen we dan ook. En zo verliezen we de eerste oefenwedstrijd van Union Berlin. Maar goed, ik heb natuurlijk liever dat we oefenwedstrijden verliezen dan dat we straks een valse start kennen. Vrijdag in de Eredivisie. Maar goed, dat, zover is het gelukkig nog niet. Vrijdag begint dus de Eredivisie. Wij doen eerst alleen eventjes de voorbereiding. Want ja, de transfers nemen natuurlijk ook genoeg ruimte in beslag voor deze video. Nou, uiteindelijk staan wij op de 5e plaats met 0 punten. Ook Crystal Palace, TSG, Hoffenheim en AS Monaco hebben nog 0 punten. Brighton, Southampton, Union Berlin en Borussia Mönchengladbach wonnen dus hun wedstrijden. En over Brighton gesproken, daar gaan wij dus nu een wedstrijd tegen spelen. En daar is heel Rotterdam voor uitgelopen hier in Duitsland. Want heel Rotterdam wil natuurlijk wel hun clubje zien tegen een best wel kleine club uit de Premier League. Alleen die kleine club uit de Premier League presteert vaak boven hun kunnen, vind ik. Brighton doet het enorm goed binnen de Premier League. En dat mogen ze zeker trots op zijn. Maar in deze oefenwedstrijd probeert Feyenoord toch wel de wedstrijd open te breken. Feyenoord neemt een beetje de overmacht. En dan is het deze Biouk die overkwam natuurlijk van Hajduk Split. Die de 0-1 maakt voor Feyenoord. Lijkt wel op dat Brighton een beetje moet inkomen in deze wedstrijd. Want het is nog alles behalve het goede Brighton wat we normaal zien in de Premier League. Hier Timber ziet daar de ruimte bij Biouk. En hij schiet de bal dus achter de doelman van Brighton. Ik denk niet dat dit Bart Verbrugge is. Maar hij lijkt er wel op, moet ik heel eerlijk zijn. Maar goed, Feyenoord staat dus op een 0-1 voorsprong. En dan zou je denken, dan moeten we wat meer gaan verwachten van Brighton en een Hove Albion. Maar het is Brighton die hier de bal verliest. En Diaw die hem naar Batorina krijgt. En Batorina ziet weer de ruimte bij Biouk. En Biouk maakt er gewoon zelfs 2-0 van. Binnenkant paal vliegt de bal erin. En staat Feyenoord verrassend genoeg op een 0-2 voorsprong. En voor de nieuwe kijkers, het niveau staat zeker niet te laag. Want we spelen gewoon op Ultimate met de AI op dynamisch. Om het wat realistisch te houden. Ja, dus dan hebben jullie daar ook direct antwoord op. Voordat ik de vraag natuurlijk moet beantwoorden in de reacties. Oké, dus 2-0 voor tegen Brighton. En Brighton is het ook even helemaal kwijt in deze wedstrijd. Hier zien we weer die Diaw die we natuurlijk over hebben genomen van Betis. En die vindt weer Biouk. En die had gewoon bijna zijn hat-trick kunnen maken. Daar was het gewoon bijna 0-3. En de keeper van Brighton vraagt zich af wat hier allemaal gebeurt voor zijn neus. Gruda gooit de bal uiteindelijk weg. Oh ja, gooit. Kopt de bal uiteindelijk weg. En hier verdedigt Feyenoord gewoon weer goed. Buona Notte, die hadden we op onze transferlijst staan. Want daar kwam Mike natuurlijk ook allemaal mee. En voor de mensen die zeggen van Mike, je hebt mijn transfer helemaal niet gehaald. Geen zorgen, ik heb alle transfers gelezen. Want ik heb iedereen een hartje gegeven wat inhoudt dat ik het heb gelezen.
Maar je kan niet met alle transfers wat doen. Sommige spelers die jullie achter hebben gelaten waren inderdaad hele goede. Maar sommige waren ook gewoon simpelweg te duur. En het is heel moeilijk om realistische transfers voor Feyenoord uit te kiezen. Want Feyenoord geeft in het echt heel weinig uit aan salarissen en überhaupt aan transferkosten. En wil je in EAFC een redelijk team bouwen met potentieel, nou, dan moet je al best veel geld dokken. En dat is soms best balen. Alhoewel ik moet zeggen dat Duranville natuurlijk een koopje was voor 6 miljoen euro. Maar goed, Brighton dus nog op een 0-2 achterstand bij rust. En dan zou je toch wat moeten, dan zou je toch denken dat je wat moet gaan verwachten van de Engelse club. Nou, de Engelse club wil ook zeker wel wat gaan doen. Deze Adeyemi komt trouwens ook van Borussia Dortmund. Speelt inmiddels bij Brighton Hove of Albion. Alleen heeft hij nou niet zo'n fantastisch schot in de benen, blijkt hieruit. Maar goed, hier dus Zanotti. Zanotti, en dat was weer een redding van de keeper van Brighton en een half Albion. Zo proberen wij die keeper zwaar onder druk te houden. Baturina geeft de bal weer aan Santiago Jiménez, alleen die wordt opgesloten door allemaal Brighton spelers, dus die kon eigenlijk gewoon geen kant meer op. Adingra krijgt de bal bij Silva. En Silva chipt de bal over Bijlo heen en zo staat het opeens 2-1. En zo dus 1-2. En dat is best wel balen. Want ik had deze eigenlijk niet zien aankomen. Want Brighton was zeker niet goed in de wedstrijd. Hier zien we bijvoorbeeld weer Silva die te makkelijk bij ons wegdraait. We stappen heel dom in. En uiteindelijk chippen ze de bal weer over Bijlo heen. En dan zou je je afvragen, waarom laat jij je keeper dan uitkomen? Ja, ik had het gevoel dat ik geen keuze had. Want hij kwam 1-op-1 met Bijlo. En de verdedigers konden hem echt gewoon niet bijhouden. En ik denk dat hij sowieso wel had gescoord. En misschien dat een uitkomen met Bijlo nog had geholpen. Maar blijkbaar dus niet. Hier Adeyemi dan nog voor Brighton. Hier kon Brighton de wedstrijd nog op slot gooien. Maar dat doen de Engelsen niet. Hier dan nog Brighton. En die bal valt er nog bijna in. O'Reilly voor Brighton. Met Mancini. Mancini die heeft natuurlijk bij AS Roma gespeeld. Buonanotte. Die liet Mike achter, maar dat vond ik een iets te onrealistische transfer. Ik vond Adeyemi al redelijk aan de merkant van kan dit wel 6 miljoen vind ik op zich wel te doen. Maar hè, zal een jeugdspeler van Dortmund wel naar Feyenoord gaan? Daar betwijfelde ik heel erg. Van den Berg hier. Hartman. Krijgt de bal bij Quinten Timber. Waar trouwens ook Quinten Timber is ook heel erg gewild. En zo is de 1 minuut extra tijd voorbij en gaat de scheidsrechter affluiten hier tegen Brighton. Spelen we 2-2 en op zich had ik hier blind voor getekend. Alleen is het balen dat je natuurlijk gewoon 2-0 voorkwam en dit helemaal uit handen geeft. Pascal Jansen baalt aanzienlijk ervan en dat is meer dan logisch. Want 2-2 spelen tegen Brighton terwijl je 2-0 voor stond. Het is niet slecht, begrijp mij niet verkeerd. Alleen ik had meer verwacht. We hadden gewoon een best wel slechte tweede helft. Deze André Silva die heeft trouwens bij RB Leipzig gespeeld. Ik weet niet of hij in het echt bij Brighton speelt of dat dat in deze game nu zo is. We nemen trouwens ook afscheid van een speler die verhuurd wordt. En dat is Silo van het Zand. Hij gaat 2 jaar verhuurd worden aan PSV. Eigenlijk alle spelers die in het echt nu verhuurd zijn, heb ik opnieuw verhuurd aan andere clubs. Dit leek mij het beste voor de spelers, aangezien ze bij mij niet kans hadden op speeltijd. En ja, die jongens moeten natuurlijk hun ontwikkeling waarmaken. Dus ze moeten dan wel speeltijd krijgen. De laatste wedstrijd dan van deze video spelen we tegen het Duitse Gladbach. En Gladbach is natuurlijk zeker geen slechte ploeg in Duitsland. Alhoewel in het echte er volgens mij niet fantastisch voor staan. Maar goed, dit is een wedstrijd op papier die wij wel zouden kunnen winnen naar mijn mening. Hier hebben we in ieder geval Zanotti aan de bal. Krijgt de bal bij Baturina. En hier krijgen we Skovolsen aan de bal. Skovolsen schiet de bal op de doelman van Gladbach af. En in het echt staat Borussia Mönchengladbach dus op de 11e plaats. En hier hebben we een doelpunt van Raf van den Berg. Dat gebeurt in de 38e minuut van deze wedstrijd.
En Ralf van den Berg opent dus de score. En je kan maar zien hoe saai deze wedstrijd is. Beide ploegen liggen enorm dicht bij elkaar, ook verdedigend gezien. Want als je pas in de 38e minuut van de wedstrijd de score opent en sowieso niet heel erg veel hebt kunnen laten zien van deze wedstrijd, wat ik natuurlijk wel liever had, maar goed. Hier hebben we Baturina aan de bal. 43e minuut van deze wedstrijd. Gladbach komt nog niet echt door de Feyenoord-verdediging heen. Loert Paxiao op dit balletje. Alleen was deze makkelijk te pakken voor de doelman van Borussia Mönchengladbach natuurlijk. Hier hebben we Honorat. Maar uiteindelijk fluit de scheidsrechter af voor de eerste helft. En staan wij dus voor met een 1-0 voorsprong. Maar goed, 1-0 is ook met alle respect... Het klinkt heel... Het is een cliché, maar het is maar 1-0. En dat inhoudt 1 doelpunt en Gladbach scoort. En we hebben opeens geen resultaat meer. Dat bedoel ik meer. Hier hebben we bijvoorbeeld Jiménez die de bal fantastisch aan Paxiao geeft. Paxiao. En dat was bijna 2-0. Maar weer een redding van de doelman van Gladbach. En hier hebben we weer Jiménez. Krijgt de bal opnieuw bij Paxiao. Jiménez. De bal wordt rustig rondgespeeld door Feyenoord. Jiménez naar Paxiao. Paxiao nog een keer. Paxiao nog een keer. Dit gaat veel te makkelijk. En zo komt Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Hier in de European Cup. Waar we het meeste geld konden verdienen. Alleen ja, de kans is vaak heel klein dat je dit soort toernooien wint. Want er spelen best wel grote clubs mee. En ja, je bent natuurlijk ook gewoon aan het kijken van wat is mijn vaste basiself. Wat ligt mij het beste in mijn speelstijl. En dat blijkt op dit moment Igor Paxiao te zijn. Want hij maakte een geweldige actie. En dan is het 2-0 voor Feyenoord. Alhoewel ik de concurrentiestrijd interessant vind. Want Biouk maakte natuurlijk 2 goals tegen Brighton. Maar ook Paxiao maakt indruk op mij. Indruk die hij niet kon maken bijvoorbeeld vorig seizoen. Want toen had ik mijn twijfels over Igor Paxiao. Maar nu zijn momenteel al mijn twijfels weg. Maar ja, dan moet hij het natuurlijk ook nog in de competitie waarmaken. Want dit zijn met alle respect nog maar de oefenwedstrijden. Hier hebben we in ieder geval Stoker voor Gladbach, Vega. Alleen ja, de Gladbach komt er niet echt uit in deze wedstrijd. We zitten inmiddels in de 84ste minuut. En Gladbach probeert nog wel zijn best om een kans te creëren. Maar het is Feyenoord wat gewoon enorm goed mee verdedigt. Je ziet dat de Feyenoord-verdediging ook best wel compact staat. Iets wat, waar de Feyenoord-verdediging onbekend staat. Want we kregen natuurlijk vorig seizoen weinig tegengoals. Hier ook, we laten ons niet verrassen door Gladbach. Zanotti heeft hier de bal, geeft de bal aan Wang. Wang kijkt om zich heen, waar kan ik naartoe? Alleen wordt dus aan de kant gezet door de middenvelder van Borussia Mönchengladbach. Friedrich. Stoger. Weigel. Beagle of zo. Reitz. 1 minuut extra tijd zit er inmiddels op. En Gladbach heeft nou niet echt bepaald haast in deze wedstrijd. En als de scheidsrechter vindt dat Gladbach geen haast heeft, dan krijgt Gladbach nog een vrije trap mee. En Stoger neemt deze vrije bal. En die vrije trap valt er niet in. Dan ramt Skovolze de bal naar Baturina. En dan zit de wedstrijd er hierop. Wint Feyenoord hun eerste oefenduel. En dat was dan ook nog eens de laatste oefenduel. Dus we nemen best wel wat momenten mee richting de competitie hopelijk. Ook hebben wij deze speler verhuurd. En dat blijft het antwoord even schuldig wie het was. Nou, in ieder geval, dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je dus nog transfersuggesties? Op dit moment is dat 14 miljoen, maar ga er maar vanuit dat dat bedrag rond de 70 miljoen euro zit. Laat daar transfersuggesties voor achter. Dan wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je het kanaal groter maken, dan moet je de video liken en abonneren. Want dan weet YouTube dat je dit YouTube kanaal leuk vindt. En ook nog eens deze video leuk vindt. Nou, en vergeet natuurlijk ook nog niet de video te delen met je vrienden. Nou, doei doei dames en heren.